Ja, mooi mensen. Vandaag een morning routine voor jullie. Veel kijkplezier. Zodra ik mijn wekker hoor, leg ik mezelf erbij neer. Ik bedoel, sta ik mezelf erbij op. Ik moet de paarden voeren. Om 7:30 ochtends. Op een zondag. Jeet. En omdat het 7:30 ochtends is, op een zondag, vind ik dat iedereen er last van mag hebben. Ik stamp de trap af. Zodra ik naar buiten ben gelopen, via de deur, gooi ik een peace sign. Daarna giet ik de deur los van de stal. Maar nu komt het moeilijkste stukje, de paarden naar binnen zien te krijgen. Oh, dat ging verdacht snel. Hey! Hallo! Nu is eindelijk hetgene aangebroken waar ik me wat voor uitkom. Het voeren van de paarden. Zoals je ziet gaat dat gepaard met een paar boze oren. Onze paarden krijgen een erg uitgebreid diner. Ik bedoel ontbijt. Ze krijgen namelijk ook hooi. En een bezem. Ik besloot de bezem te bewaren voor vanavond. Dan was het in ieder geval nog een lekker toetje. Wat ik nu ga doen is echt levensgevaarlijk. Je weet maar nooit hoe onze paarden reageren. Ik loop namelijk met 2 gevulde hooizakken rond. Ja, straks trappen ze me nog. Gelukkig viel het vandaag mee. Ik moest mijn verslaving weer voeden. De peace signs werden weer gegooid. En er liepen 2 paarden achter me aan. Geen idee waar die vandaan kwamen. En dan zal je nu denken, Judith mag weer terug naar bed. Maar nee. Mijn moeder en stiefvader hebben bedacht dat we meer dingen moeten doen 's ochtends. Wat allemaal gaan jullie nu zien. Inderdaad, we moeten de paddock uitmesten. Maar eerst moet ik mijn jas pakken. Dat doen we natuurlijk wel in stijl. Nu ga je een compilatie zien van mij die erbij uitmest. De opdracht paddock uitmesten is bijna voltooid. Nog 1 drol uit de stal halen. En ik heb een mental breakdown. Nu we de mental breakdown hebben overwonnen, moeten we een wereldreis maken naar de mesthoop. Gaan jullie mee? We moeten eerst om het hoekje. En dan weer om het hoekje. Je redt nooit waar ik nu vandaan kom. Het hoekje! En kijk eens wat daar is. De mesthoop is in zicht en langzaam komen we weer dichterbij. De
De laatste stappen gaan altijd het langzaamst. Voornamelijk omdat ik het in slow motion heb gezet, maar het gaat het langzaamst. En eindelijk, we zijn er. En dan, jongens, is het tijd om iedereen eraan te herinneren dat ik vanochtend vroeg op moest staan. En mag ik me weer verstoppen in mijn eigen bed. Slaap lekker allemaal. Nou jongens, dit is dan onze, mijn morning routine. Rotjes blij met haar eten. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Ik wil graag een paars hartje zien voor mijn Rijnijssel shirt. Vergeet niet op het belletje te drukken totdat die helemaal vol is. Want dat zorgt ervoor dat je altijd onze video's kan zien. En abonneer natuurlijk op ons kanaal. Ik hoop je te zien bij de volgende video. En dag, doe de groeten aan iemand thuis. Doei.